In december 2006, Erika refereerde al dat wij vroeg waren, maar we waren heel vroeg, is de jubileumcommissie voor het eerst bij elkaar geweest. We waren ongeveer 20 keer zijn we bij elkaar geweest. Eerst natuurlijk veel gebrainstormd, niet alle ideeën waren uitvoerbaar. Wat overbleef, kreeg en krijgt u vandaag gezalven. De jubileum bestond, nu vandaag worden we opgeheven, uit een gemixt kolf liefhebbers. Ik wil er een paar specifiek noemen die eigenlijk van het begin gemeld. Ja, Jacob, die staat hier naast me, die staat heel erg verdekt opgesteld, onze secretaris. Steeds snel met de notulen, soms de volgende dag al. Dankjewel. En dan onze penningmeester Jannie Kosser. Zij waakte over onze penningen. Elke vergadering kregen we de laatste stand van zaken. Jannie, hartelijk dank. Dan Peter de Nijs. De klik tussen de baanhouders en de marathoncommissie. En we mochten steeds bij hem vergaderen in de Schelvis. Daarvoor dank, Peter. Bedankt, je krijgt zo nog wat van me. Ja. Na verloop van tijd werden Jan Rood en Marianne Taillaar bij de jubileumcommissie toegevoegd als PR-leden. Ik wil specifiek Marianne Taillaar nog even noemen, want dat is nog niet gememoreerd. Die zuilen, die heeft Marianne gemaakt. Applaus alsjeblieft. Dat is prima, Marianne. Last but not least, Kees van Woerden, onze ceremoniemeester. Kwam steeds vanuit Loenen aan de Vecht naar Langendijk voor de vergaderingen. Hij was zeker de drijvende kracht. Kees, je wordt ontzettend bedankt voor je inzet. En namens iedereen mag ik jou ook een klein aandenken. Je weet er niks van. Dat is heel moeilijk met Kees om iets achter te houden, maar het is gelukt. Kees, ik wil je even naar voren. Dankjewel. Ik zou je haast een voordragen voor ridderschap, maar ja, dat heb je al. Ik heb voor jou ook iets voor de VIP. Hier wist je lekker niks van. Alsjeblieft. Heel hartelijk bedankt.